van het veel stresshormoon kan je ook een of andere hele vieze ontstekingsziekte krijgen bij je organen. Iets met heel veel pus stel ik me daarbij voor. En het maakt volgens mij echt niet uit of je Chinees of een Gelderlander bent, of een millennial of een babyboomer. Als je pus hebt, heb je gewoon pus. Maar als een millennial zegt, nou volgens mij heb ik heel veel pus bij mijn organen, dan zeggen we, God Jezus kind, gaat in bed liggen met sinaasappels, ik bel 112. En als een millennial zegt, nou ik weet niet, misschien dat ik toch wel een beetje tegen een burn-out aanzit. En kijk, ik zat toen nog niet eens, ik moest toen gewoon even 2 maanden in bed liggen en huilen, het was anders. Maar toen zei iedereen tegen mij al, nou, dat zal toch wel meevallen hè wijfie, moet jij niet gewoon even lekker een stukje gaan wandelen? Nou, dus ik ging voor het eerst van mijn leven in mijn eentje een stukje wandelen in een natuurgebied. Kom ik daar aan, blijk ik eigenlijk al meteen veel te jong. Jonge mensen wandelen helemaal niet alleen. Ga maar kijken, dat doen ze helemaal niet. Tenzij ze een hond hebben. Dus ik werd de hele tijd heel raar aangekeken. Door al die ANWB-jassen. En ik snapte het eerst zelf ook niet. Totdat ik op een gegeven moment na een uur of zo een ander jong meisje tegenkwam. En toen dacht ik zelf eigenlijk ook gewoon meteen. Nou ja, wat doe jij hier nou weer, joh? Hè? Moet jij niet werken? Heb jij geen vrienden? Waar is je hond? En toen daarna hebben we elkaar echt nog een half uur zo nagekeken van, oh god, Jezus, jij gaat hier toch geen zelfmoord plegen of zo, hè? Heel ongemakkelijk. Weet je wat is wel echt een heel goede tip is als je nog te jong bent om te wandelen? Toen ik nog op die theateropleiding zat, hadden we altijd 2 keer per jaar evaluaties. En dat was echt nasty, met mensen die van school gestuurd werden en zo, echt kut. En ik had een keer heel erg verslapen voor mijn eigen evaluatie, omdat ik me gewoon de hele nacht de druk over had liggen maken. Dus ik schrok zo wakker. En ik had een kamer aan de overkant van de straat. Ik zo, oké. Ik trek nu even een trui aan over mijn nachtjapon. Ik sprint naar de overkant. En toen had ik het net gehaald. En ik zat op het bankje bij de directrice. En de deur ging dicht. En dat hele arsenaal aan docenten zat voor me. En toen dacht ik, fuck, ik heb helemaal geen onderbroek aangedaan. En toen schijnen er nog allemaal dingen gezegd te zijn. Dat heb ik later teruggelezen. Daar heb ik eigenlijk helemaal niks meer van meegekregen. Dat ik heel erg veel weerstand zou hebben in de zangles. Maar als iemand niet kan zingen, kan je hem ook gewoon met rust laten. Vind ik hoor, gewoon je bek houden. Nou, anyways. En dat ik de oefening met de denkbeeldige vogel niet serieus zou nemen. Dat is ook zo. Maar ik dacht eigenlijk alleen maar heel die 10 minuten lang, ik heb helemaal geen onderbroek aan. Ik zit hier gewoon in mijn blote kut op het bankje bij de directrice. Holy fucking shit. Ik had gewoon alleen maar die ene gedachte in mijn hoofd, 10 minuten lang. Nou, maar dan rust, jongen. Ik dacht bij mezelf, dit is het. Het Zwitserleven gevoel. En jij hebt me ook gewoon de rest van de dag helemaal niet meer aangedaan. Ik ben zo naar huis gelopen. Ik doe het nou nog steeds wel. Dus als er opnames worden gemaakt voor 101 TV of zo.